Want dan gaan we, inshallah, naar de biografie van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam, en over het algemeen bleef 13 jaar in Mekka. En vervolgens kreeg de profeet sallallahu alayhi wa sallam het bevel, de opdracht van Allah subhanahu wa ta'ala, om te emigreren naar Al-Madinah. En tijdens de emigratie gebeurden er verbazingwekkende zaken, wonderbaarlijke zaken. De emigratie naar Al-Madinah was een grote premie op de hoofd van de profeet sallallahu alaihi wasallam en zijn metgezel Abu Bakr as-Siddiq. Ja, iedereen of de meesten ging richting Al-Madinah zoeken. Terwijl de profeet sallallahu alaihi wasallam juist de andere kant op ging. Naar Ghar Thawr. Een grot. En dan niet richting Al-Madinah, maar een hele andere kant op. En de profeet sallallahu alaihi wasallam bleef daar 3 dagen. En vervolgens begon hij zijn reis. Onderweg kwam hij een tent tegen de profeet sallallahu alaihi wasallam en Abu Bakr as-Siddiq. Ze hadden weinig voorraden met zich. Want het was ook moeilijk om zich goed te bevoorraden. Alhamdulillah, in die nachten, dagen dat ze verbleven in de grot, kwam Asma, dochter van Abu Bakr as-Siddiq, die kwam wat eten brengen. Ze hadden onderweg veel honger, dorst. Ze zagen een tent. Ze gingen daar naartoe en ze vroeg van, is er iets te eten of te drinken? En de vrouw zegt van, er is hier helemaal niets. Het is een plek van droogte. En de profeet sallallahu alaihi wasallam zag een schaap en vroeg of hij haar mocht melken. Zeg, ja, zoals je ziet, ze is mager. Er zit helemaal niets in haar. En de profeet vroeg toestemming of hij haar mocht melken. En hij kreeg toestemming. En vervolgens, toen hij begon, kwam er heel veel melk uit. Tot de verbazing van de vrouw. Alhamdulillah, ze dronken totdat de dorst was gestild. En ze vertelde het verhaal vervolgens aan haar man. Ja, de man wist van dit moest. Zij kan niemand anders zijn dan de profeet en zijn vrienden zijn. Sallallahu alayhi wa sallam. Hij vertrok richting Al-Madinah. Het eerste waar hij aankwam is Quba. Een aantal kilometers verwijderd van Al-Madinah. En bij de aankomst van Quba begon de profeet sallallahu alayhi wa sallam direct een moskee te bouwen. En wat een aanwijzing is, hoe belangrijk het is om een moskee te bouwen. Dat is het eerste waar de profeet sallallahu alaihi wasallam aan dacht. En daar begon hij ook te bidden. De eerste vrijdagpreek was ook in Quba. En daarom is er ook een grote beloning. Voor ons tot de dag des oordeels. Voor diegene die daar 2 rakaat bidden. Men tatahara fi beiti, thumma ata masjid Quba. Fasalla fi rakaatain kana ka umrah. Dus diegene die de rituele wassing doet vanuit zijn huis en vervolgens vertrekt naar moskee te Quba en daar 2 rakaat bidt, dan is het dezelfde beloning alsof hij de umrah, de kleine pelgrimtocht, heeft verricht. En het is ook makkelijk om daar in Masjid Quba te komen. Het is gewoon één rechte lijn lopend. Ongeveer 6 kilometer. En je hebt dan nog winkels aan je linker en aan je rechterkant. Bij je terugweg kun je daar langs gaan. Je kan daar zonder verkeer kun je daar komen. En dit is sinds enkele jaren is dat daar aanwezig. Van de enkele dagen vertrok de profeet sallallahu alaihi wasallam naar Al-Madinah. En bij aankomst Al-Madinah of onderweg probeerde heel veel hem tegen te houden, zodat ze bij hem zouden overblijven. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, ze probeerde de kameel tot zich te nemen,
zodat de profeet sallallahu alaihi wasallam mee zou gaan. En de profeet sallallahu alaihi wasallam zei van zij trok haar in haar ma'mura. En laat haar van ze is yani, geboden om door te gaan en ze zal stoppen waar zij wil. Totdat ze aankwam in Medina, yani, stopte ze op een plek. En dat was de plek. Dat was een aanwijzing van de profeet, voor de profeet sallallahu alaihi wasallam om daar de moskee te bouwen. En de profeet sallallahu alaihi wasallam kocht de grond met zijn eigen geld om de moskee te bouwen. Ze wouden dat niet, ze wouden het geld niet aannemen. Ze wouden de grond geven aan de profeet sallallahu alaihi wasallam, maar hij weigerde. En de moskee was te groot van ongeveer 30 bij 35 meter. Vervolgens begon de profeet sallallahu alaihi wasallam ernaast een huisje te bouwen. En een primitieve huis, wat niet veel voorstelt. En die van enkele meters van bomen is gemaakt. En die werkelijk een bescheiden huisje dat niets voorstelt. En die, alleen maar een beetje kan inbeelden, ja, nee, was mashallah, was gewoon een heel simpel leven. Iedereen was tevreden met weinig. Als je nu kijkt wat het kapitalisme, wat het materialisme met ons heeft gedaan, is echt, het is erg, het is zwaar, het is moeilijk. God, de profeet sallallahu alayhi wa sallam yani, bouwde een bescheiden huis voor zijn vrouw Sauda. En die terug zou komen van Ard Habasha. Waar een christelijke koning heerste, een Najashi. En waar vele moslims in het heel goed hadden. En ze hadden het zo goed dat niet iedereen terugkwam toen ze hoorden dat de profeet sallallahu alaihi wasallam terug ging emigreren naar Medina. En ze hadden het goed. Er was orde, er was stabiliteit enzovoort. Dus, en er kwamen een aantal metgezellen terug naar Medina toen ze het nieuws hoorden dat de profeet sallallahu alaihi wasallam emigreerde naar Medina. Maar de aantallen die kwamen waren minder dan de helft van degenen die toen waren geëmigreerd naar het gebied wat ongeveer Ethiopië is vandaag de dag. In het eerste jaar in Al-Medina hadden de metgezellen, de emigranten, en het heel zwaar. Ze hebben hun geliefde plek achtergelaten, hun naasten, hun bezittingen. God, dat was heel zwaar. Zal het zwaar te verduren. En daarom had de profeet sallallahu alayhi wa sallam besloten om een broederschap te sluiten met al-Ansar. Dus er werd een soort verbond gesloten tussen ongeveer 45 man van de Muhajirin met 45 man van Al-Ansar. Van de oorspronkelijke bewoners van Al-Medina. En het verbond was zo sterk dat ze zelfs van elkaar erfden. En er was geen familieband, er was geen bloedlijn tussen hen. Maar de band was zo versterkt tussen Al-Muhajirin en Al-Ansar. Dus de emigranten en oorspronkelijke bewoners van Al-Medina. En dat ze zelfs van elkaar geen erf. En jullie kennen het verhaal van Abdurrahman ibn Auf. Ik kom nu niet op de naam van de andere metgezel van Al-Ansar. Maar er werd een verbond, een broederschap tussen hen gesloten. En vervolgens zei deze metgezel
van de muhajiri, van de ansar, van ik heb twee vrouwen, zeg maar welke vrouw je wil, en ik zal van haar scheiden, ik zal dan, zodat jij met haar kan trouwen. En ik geef de helft van mijn bezittingen. Maar Abdurrahman ibn Auf zei, jazakallahu khairan, ja, niet doen nu al zo. En mag Allah het goede schenken, maar yani, wijst mij de weg naar de markt. Zo zie je yani, hoe, yani, wat voor gradatie, wat voor karaktereigenschap deze mensen gezellen hebben bereikt. En Abdurrahman ibn Auf yani, heeft hem bedankt en heeft zijn en hij heeft dat niet tot zich genomen, wat hem is geboden. Alhamdulillah. Hij is naar de markt gegaan, hij is gaan handelen. En hij is ook later tot een van de rijkste personen geworden van Al-Medina. Hij was ook direct getrouwd met een van de vrouwen van Ansar. En de profeet na kort tijd kwam ook tegen. Van, en hij zag de sporen. De etenssporen van op zijn kleding. En hij zei van, wat is dat? Mahyam. En zei, ja, niet te zawajdu imra'a min al-ansar. En de profeet zal op een gegeven moment verder vragen wat hij haar had gegeven aan bruidschat. En vervolgens aan het einde zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen hem, yani, awlim wa law bishat. En hij geeft een bruiloft, al is het met een schaap. Het eerste jaar, wat ook gebeurde, ja, en die was het gebed. Het gebed was al verplicht. Maar de metgezellen maakten een schatting. Met betrekking tot de tijden van het gebed. Ze wisten niet precies van wanneer is het gebed. Wanneer ze dachten van nu is het gebed. Is tijd van Dhuhr bijvoorbeeld. Gingen ze richting de moskee en gingen ze wachten tot het gebed. Door de profeet sallallahu alayhi wa sallam werd uitgevoerd. Ze gingen erover praten van wat zullen we doen. Sommigen kwamen met het idee om de christen na te doen. Met zo'n kerkklok, zoals ze het noemen. Sommigen kwamen met het idee van laten we zo'n hoornblazer, zoals de joden het doen. En vervolgens een metgezel. En ze kwamen niet tot overeenstemming hoe ze de oproep moesten doen. Maar toen Abdullah ibn Zayd en hij zag in zijn droom en hoe de oproep gedaan werd. Zoals de oproep vandaag de dag bekend is. En hij maakte dat bekend aan de profeet. Sallallahu alayhi wa sallam. Vervolgens zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, kom ja Bilal. Yani, sta op op Bilal en doe de oproep. Van de stem van Bilal, yani, was luider en beter. Daarom kreeg Bilal radiyallahu anhu de opdracht om de oproep tot het gebed te verrichten. Dit is ongeveer wat het eerste jaar gebeurde. Na de emigratie van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hij heeft een moskee gebouwd. Hij heeft verbond gesloten tussen de al-Ansar en Muhajirin. Hij bouwde ook het huis van zijn vrouw Sauda. En in hetzelfde jaar of het jaar erop bouwde de profeet sallallahu alayhi wa sallam ook het huis voor Aisha. Wat ook een primitieve, bescheiden huisje was. En ze daar tevreden mee waren. Al volgende week, inshallah ta'ala, gaan we beginnen met de veldslagen. De veldslagen van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. We zijn hier bij het einde gekomen van de drie lessen. En we zullen het volgende week vervolgen, inshallah ta'ala. Mocht er nog vragen zijn, anders gaan we afsluiten.
Zo te zien zijn er geen vragen. Sluiten we het af. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad.